vandaag in het hart van Brabant nieuws. Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Oosterwijkse spoorlaan. Afsluiting N65 in laatste weekend van maart. De spoorlaan in Oosterwijk wordt vanaf 6 maart tijdelijk eenrichtingsverkeer. De verkeersmaatregel is nodig omdat er vanaf dat moment werkzaamheden plaatsvinden aan de kruising met Blokshekken. Het eenrichtingsverkeer geldt op het gedeelte tussen de Stationsstraat en de brandweerkazerne, waarbij deze richting open blijft en het verkeer dat juist de andere kant op moet, wordt omgeleid. Ook de spoorwegovergang wordt afgesloten voor automobilisten. De afsluiting heeft ook gevolgen voor het busverkeer. De bus van Den Bosch naar Tilburg blijft de huidige route rijden, maar de bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt een alternatieve route en stopt bij een tijdelijke halte aan de Gemullenhoekenweg. De werkzaamheden zullen zo'n 3 maanden gaan duren. Aan het einde van de maand wordt de N65 tijdelijk 's nachts en 's ochtends afgesloten. In het weekend van 29 tot 31 maart wordt er gewerkt tussen knooppunt Vught en de kruising met Oosterwijk en Udehout. De afsluiting begint vrijdag om 9 uur 's avonds en op zaterdag tussen 12 en 9 kan het verkeer er weer tijdelijk langs. Ook verschillende op- en afritten zullen worden afgesloten. Voor een compleet overzicht van de afsluitingen en omleidingsroutes kun je terecht op de website van Rijkswaterstaat.